Is er nog een teken van de wolf of is die, denkt u, alweer verder getrokken? Ik verwacht dat hij verder gelopen is, maar met wolven weet je het nooit. Dus de enige manier om dat te ontdekken is blijven kijken. Ziet u nou nog sporen van de wolf hier? Nee, er is zoveel gelopen door mensen dat alles weg is. En hoe kun je het verschil zien tussen bijvoorbeeld het spoor van een hond of van een wolf? Eigenlijk zijn de voetafdrukken hetzelfde. Er zit verschil in grootte. Wolvenpoten die zijn ongeveer 11 centimeter lang en 9 centimeter breed. Dus alle kleine voetjes vallen af. En aan de manier van lopen. Dan moet je een spoor over ongeveer 100 meter volgen. En dan ga je verschil zien. Want wolven die gebruiken hun energie zo efficiënt mogelijk. En dat doen ze door de voorpoot neer te zetten. En de achterpoot valt dan eigenlijk in dezelfde gat. En dat verspringt een beetje. En honden die lopen altijd maar wat te slingeren. Als je zo'n spoor van dubbele voetafdrukken over een enorme lengte, die 100 meter dus, kunt volgen, dan heb je met een wolf te maken. En kan deze drol nou nog een teken van de wolf zijn? Of deze drol is veel te klein. Een wolvendrol is ongeveer 25 centimeter lang en 3,5 centimeter breed. Dus dan heb je echt een flinke keutel. En het verschil is ook dat een wolf eet natuurlijk wilde dieren. Daar zitten haren en botten in. En honden die krijgen voer uit een pak of uit een blik. Dat ziet er heel anders uit. Dus dit is geen cadeautje van de wolf? Absoluut niet. En wat denkt u, is het een blijvertje of trekt hij weer verder, die wolf? Nou, de plaats waar hij nu gezeten heeft is een plek waar eigenlijk te weinig natuurlijk voedsel is om daar echt te blijven hangen. Dus ja, net als iedereen hoop ik maar dat hij zo snel mogelijk verhuist naar een plaats waar hij natuurlijk eten vindt en niet meer de schapenhouders op deze manier tot last is.